Goedemiddag, woningcorporatie NEJSD, Tini Glaudé. Mijn naam is Tini Glaudé. Ik werk bij woningcorporatie NEJSD in Groningen, bij de afdeling Service Desk, Front Office. Ik ben begonnen vroeger bij woningbouwvereniging Gruno. Dat was in de jaren 70. Ik werk inmiddels 42 jaar bij dit bedrijf. Het bedrijf is later samengegaan met woningbouwvereniging Groningen. En dat is later woningcorporatie NEJSD geworden. En van daaruit heb ik dus allerlei functies gedaan. Zelfs op de boekhouding gewerkt, debiteuren-crediteurenadministratie, loonadministratie. Ja, ik heb dus een heel breed scala aan werkzaamheden gedaan. En wat ik gedaan heb, heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Oh Jan, ik heb net meneer die kant op gedaan. Doe ik net de deur voor open. Ga de kamer 1, loopt hij naartoe. Ik heb alle ruimte gekregen om altijd opleidingen te doen, cursussen te doen. Door jezelf bezig te houden en jezelf te ontwikkelen, blijf je ook plezier houden aan je werk. Ik zit net weer te puzzelen met PowerPoint. Daar heb ik geen opleiding voor gehad. Nou, lijkt me leuk om daar weer een opleiding voor te gaan doen. En als ik een kans zag om in een andere positie terecht te komen, waardoor ik voor mezelf dacht van, nou, daar word ik toch wel wat beter van. Daar krijg ik wat meer kennis mee. Dan heb ik het met beide handen aangepakt. Ik zeg altijd, je moet werken aan je werk. En dat wil ik ook gewoon iedereen graag meegeven. Ik heb reorganisaties altijd gezien als een kans. Je krijgt mogelijkheden aangeboden en die moet je met beide handen aangrijpen. Mensen dus die in hun werk verzanden, zou ik door elkaar willen rammelen en zeggen, blijf aan je werk werken. Ik zou graag mijn tijd tot mijn 65e vol blijven maken. Dus moet je je wel flexibel blijven instellen, want overal vallen ontslagen en heb ik geen zin aan.